Goedemorgen. Het is zondagochtend, het is vaderdag. En de meiden zijn bezig om wat te maken voor Patrick. Dat doen ze altijd met vader- en moederdag. Dus welkom bij onze nieuwe weekvlog. En leuk dat jullie kijken. Veel plezier met kijken deze week. Heb het? Ja, heel veel plezier. Wij liggen dus nog allemaal in bed. Het is vandaag dus vaderdag. Patrick is nu B even wegbrengen naar haar training. Ik ga heel even snel naar mijn vader. En mijn broer en zussen ook. Maar dan blijven we maar eventjes, zodat hij wel weer goed kan rusten. Vos moet wel eventjes eigenlijk mee. Eigenlijk was dat niet de bedoeling. Maar anders kan Patrick niet B wegbrengen met het teamgenootje. Dus Vos heeft beloofd om heel stil en rustig te zijn, hè? Ja. Ja. Dus dat gaan we nou even doen. Ook eventjes daar fijne vaderdag wensen natuurlijk. En dan gaan we vanmiddag lekker voetbal kijken. Want Team Oranje heeft gewonnen. Team Oranje gaat winnen. Hè? Ik ben voor Oranje. Ja, we zijn voor Oranje. Ja. We zijn met thuis. Patrick is er klaar voor voetbal. Yay! En Dax met zijn mooie shirt, hè? En Rifje ook met een mooi shirtje aan voor voetbal. Dan zeggen we Hup Holland. Hup Holland! Woe! Pas dan. We moeten ook Hup Holland. Die is nog even lekker spelen. Holland! Holland! Hup Holland! Zo, tussen het voetballen door, nu is de rust, ga ik nog even snel dit wegbrengen. Dit hebben de klas van B gemaakt. Ieder leerling heeft er eentje gemaakt voor hun juffen. En daar zitten theezakjes in, dus aan de zijkant, misschien kan je het zien. Daar zitten theezakjes. Dus ieder juf die zij hebben, krijgen morgen voor juffendag een theedoos met allemaal theezakjes en die de leerlingen allemaal versierd hebben. Een leuk idee. Maar die moet ik nu nog vlug even afgeven, zodat het ingepakt kan worden voor morgen. Dus dat ga ik nu snel doen en dan weer terug voetbal kijken. Goedemorgen, het is weer woensdagochtend en de kinderen gaan weer naar school. Die zijn allemaal klaar en we lopen alweer naar school toe. Het is droog. Yes! Ja, handje, Rif. Rifje. Overal naakslakken hier, joh. Dat is echt bizar. Ik hoop dat het droog blijft. En ik moet vandaag nog naar de biep met de meiden. Ik ga ook mee. Ga jij ook mee naar de biep? Ja. Dat mag. En uiteraard weer wat boodschapjes. Misschien
nog wat klussen, maar even wachten als Patrick wakker is. Eerst maar eens even die draken naar school brengen. Wij zijn weer terug alweer van de winkel. Uiteraard weer bij de Action geweest. En ik heb dit meegenomen. Ik leer rekenen met magneten. Want Vos is altijd wel een meisje die... is altijd een meisje die wel graag bezig wil zijn met haar hoofdje. Dat ze veel moet denken. Dus ik heb die even voor haar gehaald. Ik zal even omdraaien hoe het eruit ziet. Ziet er best leuk uit. Kijk, dit is de voorkant. En dan heb je allemaal van die kaarten erbij zitten. Met allemaal nummertjes. Nou, dan staat hier... Leg je opdrachtenkaart in het deksel. Pak je er eentje. Deze is voor Vos te makkelijk. Maar dan kan je gaan tellen. En dan heb je hier allemaal magneetjes erbij. Bijvoorbeeld hier 4. En dan leg je hem daar. En dan blijft hij dus ook op vastplakken, omdat het een magneet is. Dus dat is wel heel leuk, dan verschuift het niet. Je hebt zulke opdrachten erbij zitten. Tel de aantallen. Dus ik denk dat Vos hier wel weer blij van gaat worden. En wij merken dat ze weer iets meer uitgedaagd moet worden deze dagen. Ze is wat sneller boos. Ze moet even weer wat dingen te doen hebben. En natuurlijk door de verbouwing hebben wij natuurlijk geen speelgoedje beneden. Dus dan kan dit soort dingetjes haar wel een beetje helpen, denk ik. En Dax, wat heb jij weer uitgekozen? Dax heeft weer een auto uitgezocht. Nou, ik heb hier nog een wasmand die ik ga afvouwen. Zat te doen. Dus dat ga ik maar even doen nu. Er zijn er wel een paar. Waar zit deze? Welke plek? Staat het er al? Nee. Moet je hem andersom doen misschien? Ja, nu wel. Ja, worden baby's gemaakt. Kasper.
Goed zo. Goedemorgen. Dax. Het is donderdagochtend. En Dax gaat naar de opvang. En dan ga ik zo door naar mijn werk. Hé, Dax? Ja. Ja. Heb je er zin in? Ik moet een scooter. Zie jij een scooter? Nee. Nee? Dat zie je er nou niet. Nee, die is weg. Hé, heb je er zin in? Ja. Ga je lekker spelen vandaag? Ja? Ah, je schatje. Dan gaan we lopen naar binnen, hè? Let's go. Lesdag zit er weer op. En hier hebben we Fors. En wij gaan Veerle ophalen. Want die brengen we zo weer naar de training. Allebei. Oh, mama, niet de handjes aanraken. En ik kreeg vanmiddag nog een berichtje van de juf van B. Die heeft een ongelukje gehad met de gymles. Iets met een voet in haar gezicht. Tegen haar lip aan. Ze heeft een hele dikke lip, hoorde ik. Ik heb haar nog niet gezien, want ze is nou trainen. En haar tand deed heel veel pijn. En de juf zei toch dat ze daar even mee naar de dokter, of naar de dokter, naar de tandarts moest. En dat heeft Patrick ook gedaan. Dus Patrick is tussendoor nog mee gaan ophalen van school. Bij de tandarts geweest. En de tandarts zegt dat in principe allemaal wel goed vast zit. En dat de zenuw een klap heeft gehad. En dat daar de pijn al een beetje vandaan komt. Maar het kan wel zijn dat door die klap je zenuw nog een beetje doodgaat. En ja, dan krijg je natuurlijk zo'n zwarte tand. Zo'n grijs-zwarte tand. En het is al voortand. En dan gooit de mensentand al. Dus dat hopen we niet dat er gaat gebeuren. Dus duimen dat dat niet het geval is. Maar dat houden ze nu de komende tijd in de gaten. Nou, ze wilde toch nog op school blijven. En ze wil gewoon nog trainen. Ondanks dat ze zo'n klap heeft gehad op de lip en tand. Nou, we zijn nu bijna bij de BSO van Veerle. Sport-BSO. Ja, die zit op een sport-BSO. Vandaar dat je ook sportvelden ziet. Dan kleine. En dan gaan we ze nu weer wegbrengen. Kijk, daar hebben we Veerle. En we gaan lekker weer trainen. Yay, vast ook, hè? Snel naar de auto en dan snel naar de training. Turning. Ja, de turntraining, hè? Ja. Lessen zijn hier voorbij. We zijn bezig met de dieren weer verzorgen. Even kijken, dan zien we George. Hier zit George. Die is eruit geweest, die heeft door school gelopen. De insecten hebben we eten. Daar ook weer onder nog. En nu gaan we zo George nog even eten geven. En we hebben zijn bezig met een dagvlog maken van George. Dus die komt ook nog online op TikTok. Grappig, denk ik. Ik denk dat leerlingen het ook wel leuk vinden. Voor de rest niet zo heel veel bijzonders nu op het werk. Kijk, geen leerlingen. Saai. Maar goed. Het is weekend! Weekend! En wat gaan wij doen, Rif? Lekker. Even lekker eten met de jongens. Want B en Vos zijn trainen. Dus wij gaan even lekker met de jongens wat eten. En dan gaan de meiden straks wat eten. Hey, we gaan eten bij de Mac. Hey, Dax, hoe is het doen? Hebben we al schoongemaakt? Ja, Engeland is Sophia aan het schoonmaken. Hey! Ja, leuk man, twee jongens. Hey, bende. Meiden zijn weg en dan nog even rellen. Ga maar spelen. Het is best koud aan deze kant. Even wacht even bij. Kan ik erachter zitten en dan kan jij hier vooraan zitten. Kijk even naar Dax hier. Rif. Ja? Ik vandaag voetballen. Nederland, Frankrijk, Frankrijk, Nederland. Daar hebben we Dax. Daar hebben we Rif. Daar hebben we Ricky. Hallo. En daar hebben we B. Ja, Ricky komt uit de kelder duiken. Oh. Strukken dukken. Zelfde. Nee, zo. We hebben eigenlijk twee dezelfde vlaggen die tegen elkaar spelen, andersom blauw is. Ja, dat heb ik toch. Ja, voor jou, niet voor mij. Ja, voor jou ook? Voor jou ook?
Kom hier dan. Een mooie antieke shirtje. Oh, jij hebt de beste plek uitgekozen, hè? Ja. Ga je ook voetballen aanzetten, Peter? Dat kan eigenlijk niet, want deze loopt voor op die andere. Goedemorgen, het is zaterdag. We zijn alweer aan het klussen, dus vandaar mijn klustenuutje. Ik moet even wat extra kwasten halen, want die zijn een beetje op aan het raken. Patrick is binnen nog bezig, dus ik ga even snel heen en weer. En dan gaan we verder met de muren voorbereiden voor het stukken, wat schuren nog. Vanmiddag hebben we nog verjaardag van mijn broer, of ja, de kinderen van mijn broer eigenlijk. Die vieren het allemaal samen. B gaat vanmiddag met haar turnen met de turnacademie naar Ahoy. Dan gaan ze naar het NK turnen kijken. En natuurlijk omdat er 3 van hun meedoen daaraan, is het natuurlijk wel heel leuk om te supporten. En is voor haar wel heel leuk om te zien, denk ik. Lange dag voor haar, ze is pas laat thuis. Dus die gaat niet mee naar de verjaardag. Vos heeft vandaag ook nog een kinderfeestje, dus die gaat ook niet mee naar de verjaardag. Riff en Dax gaan wel gewoon vanmiddag mee. Maar nu snel even wat kwasten halen. Nou, daar hebben we Pet. Pet gaat zo even naar de karwei. Weer wat spullen halen. Hij heeft nu dit muurtje gestuukt. Hè, Pet? Ja, maar nog een keer. Maar de eerste laag. Ja, de granool eruit gepoetst. Ja, dat is moeilijk, hè? Maar er is gewoon glad overheen, maar die muur is een beetje niet waterpas. Ja, die muur is een beetje krom, dus dat is een beetje lastig. Ik ben hier bezig met, wat is het, voor te handelen voor het stukwerk? Voorstrijken. Dus dat ben ik aan het doen. En dan ga ik, denk ik, dadelijk daar verder schuren. En dan kan dat ook in de voorstrijk gedaan worden. Ja, maar je mag ook de gang doen. Of de gang. Dat moeten we ook nog. Wc. Ja. Dat is heel fijn. Nog veel te doen. Maar ik ga weer verder. Patrick gaat even verder. Ik ga even naar de winkel. Maar ik moet even vertellen. Kijk, mijn borstkas is groter dan wat jij bent. Ja, jij bent wel een heel stuk groter, maar ik ben natuurlijk ook heel klein. Ja. Oké, nou wij gaan even verder met klussen. Wekken. Dat kan best wel 4 zijn. Hoeveel zei jij? 4? 4. 1. 2. 2. 3. 3. Waar zie je nummer 4 dan? Ik zie geen nummer 4. Ik zie wel nummer 4. Ja, maar hier op de ding niet. Van deze beestjes, kijk. Je moet die zoeken. Dan zien we daar eentje. 2. 3. Drie. Dus dan moet je de nummer 3 hebben. Moet je de 3 pakken. En dan leg je die bij jouw afbeeldingje. Ja. En dan moet je tellen hoeveel papegaaien er is. Bij die? Eén. 2. 3. Ja, het is alweer avond en avond. Riff gaat lekker slapen. Dags. En Dax. Wat zit bij mij in bed? En wat doen wij altijd als we naar bedje gaan? Een boekje lezen. Een boekje lezen, hè? Maar Riff is nu begonnen met de letters leren, hè? Ja. Want dat wilde jij graag, hè? Ja. Dus daar gaan we nou even oefenen, hè? Mm-hmm.
even lekker met de letters bezig zijn. Wat staat daar op? Dus ik zal laten zien wat hij aan het doen is. Nou, Riff is bezig met de letters leren. En we zijn met deze letters begonnen, hè Riff? Ja. Gaan we eens even kijken. Deze hier. Rrr. De R, heel goed. De M. De M, heel goed Riff. En die dan? Heel goed. En die? Die vind je soms nog wat moeilijk, hè? Ja. Maar wat was dat ook weer? De? K. Goed zo. Dat is de K. En dat is een M. Ja. Dat is een M. Ja. En dat is een de? Heel goed, Riff.